Goeiedag, we staan hier bij de City Life Church op de Eskamplaan. En er is een project dat heet Jij Mooi. Ik sta hier met mevrouw Arina Versloot. En ik wil graag weten wat u precies hier doet. Wat wij hier precies doen is kleding verkopen. Handmassage, voetmassage. Je kan hier gratis naar de kapper en het kost allemaal niets. Dat is heel erg mooi. En voor wie is dat precies bedoeld? Het is bedoeld voor gewoon voor vrouwen uit Eskamp die het leuk vinden om andere vrouwen te ontmoeten. En even te ontspannen, te onthaasten en te relaxen. Zeker weten, om lekker te ontspannen. En dat geld wordt ook weer gebruikt voor goede doelen, had ik vernomen? Ja, soms wordt het gebruikt voor goede doelen. Soms dan bedruipen we onszelf. Het is maar net wat we willen. We hebben sowieso een vrouw in Oeganda die we steunen. Iedere maand €29. Zij werkt daar in een kinderthuis. Vangt kinderen op als gezin. Is een onderdeel van een heel groot project. Waar meerdere huizen zijn met kinderen. En daar onder andere gaat ons geld ook naartoe. Dat is heel goed om te horen. Ik zie wel dat er allemaal merkproducten worden gebruikt. Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Omdat wij vinden dat vrouwen waardevol zijn. En we kunnen het natuurlijk met wat minder doen. Maar we vinden het gewoon ook leuk om goede producten te gebruiken. Goeiedag, ik sta hier met mevrouw Marianne. En u bent hier gewoon heerlijk voor de behandeling geweest. Ik ben lekker verwend, schoongemaakt, bukkeltjes weggehaald. Ik ben helemaal herboren. En ik ga straks nog kleding passen. Het is echt een dagje uit, zeg maar een ochtendje uit. Heerlijk. En u komt hier vaker? Ja, van het begin. 6 jaar geleden, denk ik. Blijf komen. Verslavend. Ja. Ik ben Suzanne van de Putten en vrijwilliger op deze Jij Mooie Ochtend. En wat doet u precies hier met kleding? Ik zie dat het allemaal kinderkleren zijn. Ja, we zoeken elke woensdagochtend uit. En dan worden er kleren gebracht door mensen. En dat zoeken we uit dat we dat nog kunnen verkopen. En dat ligt nu allemaal hier en dat hangen we op. En dat verkopen we voor een klein prijsje. Dus dat het voor mensen die hier naartoe komen betaalbaar is. En dat is echt voor een sociaal project. Ik hoorde ook dat jullie mensen in nood ook daarbij helpen. Ja, dat klopt. We kijken ook om ons heen, ook op de basisschool bijvoorbeeld van onze kinderen. Waar we kijken of er kinderen zijn die echt met kleding een nood hebben. En dan zoeken we tijdens het kleding uitzoeken speciale kleding uit voor die kinderen. En vullen daarmee een tas om ze dan te zegenen daarmee. En het geld wordt weer gebruikt om andere dingen te doen. Ja, dat klopt. Het wordt gebruikt voor de kinderen in de kerk die geen geld hebben om bijvoorbeeld kamp te betalen. Van de zomer komt er weer een kinderkamp aan. En dat geld wordt daarvoor apart gelegd voor de kinderen die dat dan kunnen gebruiken. Dat ze toch mee kunnen op zomerkamp. Het is iedere eerste woensdag van de maand. En het is gratis, helemaal voor niks. We zijn allemaal vrijwilligers. Wel vrijwilligers die weten wat ze doen. We hebben dus een professionele kapper. We hebben een professionele drukpuntmassage mevrouw. Degene die de gezichtsmassages doen, die zijn geprofessioneerd. Dus het zijn allemaal professionele dingen. Maar het is gratis en voor niks. En gewoon leuk om vrouwen zeg maar even lekker te verwennen. Even lekker uit hun omgeving te halen. Het is eigenlijk gewoon voor vrouwen. Even een verwenddag. Vrouwen. Vrouwen voor vrouwen. En ze hoeven niet per se uit de Eskamp te komen. Het is, eigenlijk mogen ze uit heel Den Haag komen. Maar onze kerk staat in de Eskamp. En ja, dan is het gewoon leuk als we ook vrouwen uit de Eskamp zouden kunnen bereiken. Ja. Goed om te horen allemaal. En donaties of zo, zijn hier ook welkom? Nee, wij doen alles gratis. Ik bedoel kleding en dergelijke. Kleding en dergelijke kunnen we altijd gebruiken. Mag altijd afgeleverd worden bij de kerk. Soestdijkskade 348. Daar kunnen jullie de kleding gewoon brengen. Het mag kinderkleding zijn. Het mag volwassen kleding zijn. Volwassen grote maten kleding. Het is allemaal welkom. En als je, weet je, het is niet alleen voor de vrouwen die het wat minder hebben. Maar ook als je het gewoon leuk vindt om te komen, dan mag je ook komen. Maar mensen die het wat minder hebben, zijn van harte welkom.